Het verslepen van het brandende schip boven de Waddeneilanden is nu echt van start gegaan. De Fremantle Highway wordt op dit moment gesleept van de westkant van Terschelling naar 18 kilometer ten noorden van waar ik nu sta, hier op Schiermonnikoog. Het schip wordt nu pas versleept aan het eind van het weekend, omdat de periode hiervoor de wind niet gunstig was. En er werd zelfs gedacht dat dat nog langer het geval zou zijn, want met de zuidwestenwind waait alle rook die nog van het schip komt over de sleepboten. En dan zal de gezondheid van de slepers in het geding komen en daarom is er dus gewacht met slepen. Nou, de rookontwikkeling is afgenomen en de wind is gedraaid, dus het slepen is nu echt begonnen. Dit is wel de meest veilige locatie, is mij verzekerd door Rijkswaterstaat. Minister heeft daar ook iets over gezegd. Het is uiteindelijk zijn beslissing, hè, van minister Mark Harbers om dit zo te doen. In overleg met Rijkswaterstaat en andere deskundigen. Dus ja, je kan eigenlijk niet anders dan je erbij neerleggen. De vinger aan de pols te houden en goed contact te onderhouden met diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn. En ik ga er wel van uit dat zij geen onverantwoorde risico's gaan lopen. Maar ja, het is natuurlijk wel een operatie die niet dagelijks plaatsvindt, dus we blijven alert. Vindt u nou dat er in de toekomst maatregelen moeten worden genomen om dit te voorkomen? Of is dit iets wat zo weinig gebeurt, wat gewoon, nou, er hoeft niks te veranderen vanaf nu? Nou, wij zeggen natuurlijk vanaf de MSC Zoe in 2019, hè, toen honderden containers in ons gebied terechtgekomen, hebben wij al eerder als Waddenburgemeesters aangegeven dat wij ons grote zorgen maken over die vaarroute. Je hebt de noordelijke route en de zuidelijke route. Die zuidelijke route gaat het dichtst ook bij de eilanden langs. Het is een hele drukke route ook. Brengt ook wel risico's met zich mee, ook bijvoorbeeld onder zware weersomstandigheden. Ja, wij vinden al langer dat daar wel serieus over gesproken moet worden. We zitten hier in de UNESCO Wereld Erfgoed, maar er gebeurt van alles. Een drukke scheepvaartroute, de zuidelijke route heel dicht langs de eilanden. Maar we hebben ook gasboringen, we hebben ook nog programma aanlanding wind op zee, zoutwinning. Dus er is zoveel activiteit in dit gebied. Ja, dat is natuurlijk niet altijd fijn.